Kijkers, het volgende item betreft Ulrich Brammelow, die eerder in het programma is geweest met het verzoek financiële hulp te krijgen om een ingreep te doen in het buitenland aan zijn ogen. Hij behoefde een hoornvliestransplantatie ter verbetering van zijn gezichtsvermogen. Nu is er goed nieuws, want er kan een methode toegepast worden hier in Suriname door een specialist, ook van Surinaamse komaf, die met een team afreist naar Paramaribo. Zij zullen een crosslinking methode toepassen en met behulp van een speciaal aangepaste bril gaan zij proberen om het gezichtsvermogen van Ulrich te verbeteren en dan op latere leeftijd de operatie doen. Nu, er is een offerte aangeboden aan de moeder voor deze speciale vertebril en de kosten bedraagt 400 zoveel Amerikaanse dollars. Wij zijn op zoek naar dit bedrag en lichten het toe in het volgende verslag. Kijk, en luistert u maar mee. Afgelopen maand, 26 juli, zijn we voor een gesprek geweest bij de specialist. En de specialist wist ons te vertellen dat Ulrich nu hulp hier gaat kunnen vinden. Dat de desbetreffende aartsdochter Forster afgestudeerd is. En dat zij dan met een delegatie naar Suriname komt om patiënten zoals Ulrich te helpen. We hebben gesproken, ze heeft ons uitgelegd dat Ulrich dan hulp hier gaat kunnen vinden. Maar ze gaan met een methode voor hem beginnen in september en dat heet crosslinking. We gaan proberen zijn buis recht te trekken met een speciale en ook met een bril en een verte bril. Zodat hij een beetje beter kan zien momenteel. Begrijp ik u goed dat de operatie of althans de handelingen in Nederland, Rotterdam niet meer hoeven? Nee, dat hoeft niet meer, heeft ze ons voorgehouden. Krijgt hij wel dezelfde behandeling als in Nederland of beter zelf hier? Dat weet ik niet, maar ik weet niet wat de behandelingen allemaal zijn. Dat weet ik niet. Als het beter is of niet, dat weten die specialisten alleen. Maar wat ik wel van haar vernomen heb, is dat hij wel hier geholpen kan worden. En dat hij die operatie, dus na de behandeling, die crosslinking behandeling en die bril daar zo voorgeschreven heeft, dat hij dan met zijn 18e dan die operatie gaat doen. Is hij wel hier verzekerd? Jawel, hij is hier verzekerd. Weet je als de verzekeringsmaatschappij een deel gaat dekken? Nou, niet. Hoe groot zijn de kosten die nu gemaakt moeten worden? De kosten die nu gemaakt moeten worden, die zijn voor die bril die hij nu nodig heeft, is 3154 SRD. En dat moet betaald worden bij de specialist? Niet bij de specialist, bij de optiek. Welke optiek is het? Optiek Modern. Optiek Modern is wel een van die beste optiek wat een keracticoon is of kera lenzen of een bril betreft. Dus dit is gewoon het standaard bedrag. Als ik zo naar het bedrag kijk, wil zeggen dat hij alle oogmeting heeft gedaan hier? Dit heeft hij bij de arts gedaan, maar als hij dan teruggaat naar als het bedrag gestort is, of als ik dat bedrag heb voor de optiek, gaan ze dan weer een andere oogopmeting doen. Want zijn, die opmetingen van Ulrich zijn onregelmatig. Dus op dit moment, als je dan voor hem opmeet, heeft hij een andere sterkte. Na 5 minuten, als je dan weer voor hem opmeet, heeft hij dan weer een andere sterkte. Dus het is echt onregelmatig. Dus kort gezegd, u heeft nu dringend $438 nodig of $3154. Ja, maar de mensen bij de optiek hebben me ook voorgehouden dat er met de koersschommeling, dat de prijzen misschien toch hoger kunnen worden. Ulrich Brammelow, je zit samen met mama hier en ik neem aan dat je sowieso een verbetering aan jouw gezichtsvermogen wil hebben. Klopt dat? Ja. Hoe voel je nu? Ja, een beetje afgelukt.
Okay, en je zit op school, hè? Welke school bezoek je? STS 3. En hoe doe je hoe je gezichtsvermogen nu een beetje achteruit is gegaan? Ja, ik ga er doorheen. Ik heb mensen die me helpen. Wat zou je graag willen hebben? Ja, mijn situatie opgelost kan worden. Kijkers, in de afgelopen periode zijn er veel items belicht handelende over de gezondheid. Het is feit dat de grootste waarde van de mens een goede gezondheid is. En daarom hebben we gemeend om de minister van Volksgezondheid hierover te spreken. Minister Patrick Pengel sprak tegenover Carlos Pinas en hij ging ook in op het geval van Ulrich Brammelow. Uw aandacht daarvoor. Minister van Volksgezondheid, welkom in het programma 1 voor 12. Wij zijn bij u op kantoor om met u een beetje van gedachten te wisselen over één, de gezondheidsproblemen die wij veel krijgen in het programma 1 voor 12. Eigenlijk al vanaf het begin van deze uitzendingen. We hebben onlangs nog een aantal gevallen gehad van mensen met kanker, het zijn kankerpatiënten, waarbij het al laat is. De vraag bij meestal dat soort mensen, wat kan het ministerie voor ons doen? Men begint alvast richting de overheid te kijken, minister. Ja, bedankt meneer Pinas om te beginnen met de stichting 1 voor 12 te complimenteren met het werk dat jullie verrichten naar de samenleving toe. Jullie zijn een goed kanaal waarbij mensen, wanneer ze ten einde raad zijn of het gevoel hebben dat ze toch nog een instantie hebben waar ze hun leed naartoe kunnen brengen. Dat de stichting daar op een vrij verantwoordelijke manier de mensen opvangt, een medium geeft. Dat de stichting zelf ook zich inzet wanneer het gaat om fondswerving en dat soort zaken. Om te kijken hoe ze toch vanuit de stichtingsgedachte en de barmhartigheid die de stichting nastreeft, hoe jullie daar invulling aan kunnen geven. Dus allereerst mijn complimenten aan de stichting. Voor het werk wat jullie doen. De recente gevallen die heel veel aandacht gekregen hebben, die hebben mij natuurlijk ook bereikt. En vanuit het ministerie hebben we natuurlijk ook deze zaken besproken. Om weer terug te komen op een specifiek 1 voor 12 geval. We kregen onlangs een jongetje met zijn ouders bij 1 voor 12. De jongen is naar een opticien gegaan, althans is naar de oogspecialist gegaan. Die heeft hem verder verwezen voor een oogmeting. Bij de oogmetingen is geconstateerd dat er een bril voorgeschreven met een waarde van 3500 SRD. Nu weten we dat ons eigen staatsziekenfonds slechts 350 SRD vergoedt. De persoon zit met een heel groot sociaal probleem en kan dat niet bekostigen. Wat zou het ministerie van Volksgezondheid voor zo iemand kunnen betekenen? Ja, dus u haalt specifiek staatsziekenfonds aan. De meeste verzekeringsmaatschappijen hebben een beperkte dekking met betrekking tot bril- en montuurkosten. Vaak is het een paar honderd SRD dat je voor standaardglazen krijgt. Dus al helemaal geen speciale glazen. Ik bril zelf, dus ik weet dat. En je krijgt een deelvergoeding voor gelijkgesteld aan standaard monturen. De vergoeding vanuit de verzekeringsmaatschappijen is zelden voldoende voor de bril die op dat moment de persoon wil aanschaffen op aangeven van de oogarts. Dit specifieke geval waar u het over hebt, ik ga ervan uit dat deze persoon of de ouders van deze persoon misschien niet bij machten, waarschijnlijk niet bij machten zijn om dit geld op te brengen. Op het ministerie van Sociale Zaken hebben we faciliteiten om mensen die minder draagkrachtig zijn of niet draagkrachtig zijn te ondersteunen. Vaak zijn er ook gevallen waarbij de familie inkomt en wordt binnen de familie wordt er geld ingezameld en kan deze persoon geholpen worden. Dat is wat familie doet en zo hoort dat en wij vinden dat zeker goed dat we blijven investeren in familiebanden. Maar mocht het zo zijn dat de persoon dan nog steeds
geld tekort komt, zijn er faciliteiten bij het ministerie van Sociale Zaken, waarbij de overheid voor ieder die het niet kan, deze bijstand vanuit de begroting levert. Dus het kunnen zijn medische kosten, het kunnen zijn kosten voor medicijnen, soms voor een operatie, dus aanvullende financiering. Binnen de wet Nationale Basiszorgverzekering zijn bijvoorbeeld sommige zaken gemaximeerd. Zoveel wordt vergoed voor een operatie, je kan maar één scan doen dat vergoed wordt. Maar stel je voor dat je aan het begin van het jaar een CT-scan hebt gedaan, maar later in het jaar blijkt je iets anders te hebben, of ben je nog een scan moet doen, moet je dat zelf betalen. Dus er zijn mogelijkheden binnen het ministerie van Sociale Zaken, waarbij we dus de mensen die het zich niet kunnen permitteren, waarbij we daarop inspelen. Op het ministerie van Volksgezondheid zijn er andere beleidsmaatregelen. Denk je maar bijvoorbeeld aan de dialysepatiënten die conform de wet een maximum vergoed krijgen. Dat de mensen, je bent er vast mee bekend een paar maanden geleden, toen er ook paniek was in de samenleving, dat de mensen via het SZF die aanvullende financiering kunnen krijgen om de rest van het jaar te kunnen dialyseren. Dus, de overheid doet van haar kant natuurlijk zoveel als mogelijk om de mensen die het zich niet kunnen permitteren te ondersteunen. En dan naar een ander geval, de lichtdagtarievenminister. Hoe staat het met de gesprekken met betrekking tot de lichtdagtarieven? Ja, dat is... Alles wordt duur. Dus ja. Natuurlijk komt die vraag ook weer. Hoe staat het met de lichtdagtarieven? Als je ziek wordt, dan heb je een groot probleem. Je hebt sowieso een groot probleem, of een probleem wanneer je ziek bent. Je wil natuurlijk niet ziek zijn en je wil beter worden. Een ziekenhuis verleent een dienst. Laten we ze dienstverleners noemen. En deze dienstverleners in de zorg moeten daarvoor vergoed worden. Dus omdat er iemand wordt behandeld. Er is jaren geleden gekozen voor een vergoedingssysteem waarbij de dienstverlener, de zorgverlener, vergoed wordt voor via het lichtdagtarief. Dus als ik iemand opneem, dan is daar een tarief aan gekoppeld. En het tarief bestaat uit de kosten die het ziekenhuis maakt voor de behandeling, dus de directe verpleegkosten. Maar je hebt ook indirecte kosten. Want als iemand in het bed ligt, en dan moet ik de verpleegkundige betalen, maar hij moet ook een labonderzoek doen. Dus ik moet ook een laborant daar zo in dienst hebben, ik moet een klinisch chemicus daar zo hebben, maar ik moet ook materialen hebben om bijvoorbeeld een kweekje uit te zetten om te kijken onder een microscoop waar deze persoon aan leidt. Maar ik moet ook ondersteunend personeel hebben, schoonmaakpersoneel. De technische dienst moet ik ook hebben om de technische zaken en de arbeid te verrichten. Maar ik heb ook administratief personeel nodig die de ziekenhuisadministratie doet. Al deze kosten moeten dus uit de vergoeding van een bed, een lichtdag, gefinancierd worden. Maar je moet ook denken aan hoe kunnen we de ziekenhuizen beter laten samenwerken. Of hoe kunnen ziekenhuizen zich gaan onderscheiden, specialiseren, zonder dat ze elkaar concurreren. Want dat gebeurt er ook. Daarnaast hebben de verzekeringsmaatschappijen ook altijd gezegd, behalve dat de ziekenhuizen moeten gaan bezuinigen, ik wil een goede verantwoording van de kosten die je declareert bij mij. Dus we hebben een tarief afgesproken, maar ik wil mede kunnen bepalen hoeveel je bij mij declareert. Ik wil een uitspraak kunnen doen over de behandeling die een patiënt heeft gekregen. Want jij kan mij een rekening sturen dat je een patiënt 10 dagen hebt opgenomen, maar als de behandeling, de voorgeschreven behandelingen 3 dagen duurt, wil ik daar wat over kunnen zeggen en dan wil ik jou 3 dagen vergoeden. Dus de verzekeringsmaatschappijen hebben absoluut een punt dat het niet alleen maar vanuit de zorgverlener mag komen dat die de kosten bepaalt die in de zorg omgaan. Maar de verzekeringsmaatschappijen willen mede bepalen, ze willen ook mede controleren. Ze willen die transparantie hebben, openheid van zaken. En daar zijn we vanaf mijn aantreden, en het aantreden van de regering, zijn we op gaan werken. Hoe we deze partijen, deze 3 partijen, overheid, zorginstellingen en verzekeringsmaatschappijen, naar elkaar kunnen brengen en kunnen werken aan deze issues die spelen onderling, het vertrouwen vergroten. De partijen hebben altijd tegenover elkaar gezeten in onderhandelingen. Ze hebben nooit naast elkaar aan 1 tafel gezeten. Dat is een hele andere benadering. Maar hoe gaan we dus met elkaar dit oplossen? Want uiteindelijk
vechten we allemaal voor hetzelfde. De verzekermaatschappij vecht voor de belangen van haar verzekerden. Maar de zorgverleners vechten ook voor de belangen van haar patiënten. Dus als we die gemeenschappelijke grond vinden, is er altijd ruimte om met elkaar te werken aan het oplossen van de problemen. Maar als we dus dit vergoedingssysteem niet nader gaan bekijken, en wij als ministerie gaan daar een voortrekkersrol in innemen, waarbij we gaan kijken naar een andere manier van vergoeden. Omdat een lichtdag tarief, als ik een ziekenhuis vergoed voor een lichtdag, dan, en die controle is onvoldoende vanuit de verzekermaatschappij of vanuit het ziekenhuis zelf, dan kan iemand, zoals ik zei, 10 dagen liggen, terwijl die persoon 3 dagen feitelijk behandeld is en die 7 dagen kunnen niet verantwoord worden. Dan gaan wij liever naar, dus hoe meer iemand de bedden vol zijn, hoe meer een ziekenhuis verdient. Terwijl we eigenlijk moeten gaan werken naar mensen korter laten liggen, beter behandelen. Ook in de eerste lijn, dus ook op de huisartsenpost. En daar hebben we dus ook de VMS in mee. Dat we met de VMS gaan kijken van, oké, hoe kunnen we de mensen beter op de huisartsenpost behandelen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen beter toegang hebben tot een huisartsenpolie? 24 uur, 7 dagen in de week. We hebben een wachtdienstregeling. Maar hoe kunnen we dat verder optimaliseren? Want als dat niet geoptimaliseerd wordt, belanden mensen op de spoedeisende hulp. Het is hele dure zorg, omdat je daar specialistische zorg levert. Er zijn specialisten in de wacht. En we gebruiken daar ook andere technologie, dus duurdere technologie. Maar je krijgt dan die concentratie van mensen, waardoor dus die natuurlijk de hulp ook uitblijft. Er zijn drukte op de spoedeisende hulp. En dan, dus er zijn veel mensen die eigenlijk op een huisartsenpost behandeld zouden kunnen worden. Waardoor het systeem zodanig vult dat de mensen die echt die acute zorg nodig hebben, denk je maar iemand die een hartaanval of een hartinfarct kreeg, of iemand die een aanrijding heeft gemaakt, de trauma gevallen, of door geweld op de SEH beland, die krijgen vertraging, want de artsen moeten aan iedereen aandacht geven. Maar je krijgt ook frustratie van de mensen die op de SEH komen, want als ik niet acuut ben, dan moet ik wachten. Maar ja, wie houdt van wachten? Niemand houdt van wachten. Dus iedereen wil behandeld worden. Dus daar, dat zijn zaken die we echt met elkaar moeten gaan ontwikkelen. Dat we gaan werken naar een vergoedingssysteem waarbij dus zowel de huisartsen beter vergoed worden om beter te kunnen behandelen. Ziekenhuizen zodanig vergoed worden dat ze hun de kosten die gemaakt worden kunnen dekken. Maar dat het ook aantrekkelijk is voor de verzekeraars dat ze nog mensen verzekeren. Want ja, een verzekeraar wil ook iets eraan verdienen. Dus dat er voldoende in die gemeenschappelijke pot komt aan financiën, zodat we deze zaken kunnen financieren. En dat er voor de particuliere bedrijven, verzekeringsbedrijven, dat er voldoende overblijft om het risico te dragen. Want je praat ook over een risico. Dat er voldoende overblijft om het risico te dragen om mensen te verzekeren. En het is altijd, je kan zeggen dat het altijd, het is een tientallen jaren discussie dat de persoon die moet betalen altijd te veel vindt en de persoon die moet ontvangen het altijd te weinig vindt. En we gaan ergens elkaar zeker moeten vinden.